Peter uit Nijmegen knapt oude fietsen op voor vluchtelingen. We zagen al eerder hoe hij een fiets ophaalde en nu gaat hij aan de slag. En je had al iemand in gedachten voor deze fiets, klopt dat? Ja. Wie is dat? Nou, ik weet niet hoe ze heet, maar het is een vrouw met een kind. En die wilde graag een fiets hebben met een zitje achterop. Dus ik denk dat deze wel goed is. En wat moet er allemaal aan deze fiets gebeuren? Ik heb nog dit kinderzitje. Ik dacht dat die hier misschien wel opkomt. Kijk, hier moest ik kijken. Maar dan ontbreken er alleen, denk ik, nog iets voor die kindse benen, waar hij zijn voeten op zet. Maar die zitjes voor de benen, dat kun je dan ook weer ergens ophalen? Of hoe gaat dat? Hoe vind je al je spullen? Heel veel heb ik. Ik heb natuurlijk veel reserveonderdelen. En ik heb ook nog ergens een paar van die steuntjes, maar die horen hier te zitten. Dat lijkt mij een beetje te laag. Ik zou eigenlijk iets hier moeten hebben, denk ik zo. Dus dat moet ik nog even zien hoe ik dat ga doen. Maar ik hou wel van een uitdaging, dus dat komt wel goed. En is het nou moeilijk om een fiets op te knappen? Nou ja, kijk, een band oppompen kan iedereen. Maar je komt wel eens dingen tegen, zoals een DEUR van een fiets afstellen. Dat is toch wel even, dan moet je toch wel even wat vaker gedaan hebben, denk ik. Of een voorvork eruit halen, dat is voor sommige mensen ook wel een probleem. Of het stuur eraf halen. Soms heb ik ook nog wel eens dat ik een fiets heb, dan wil ik iets los. Maar ik denk, verrek, hoe krijg je dat ding los, weet je wel zo. Maar deze valt het mee. Ja. Ik denk dat dit toch wel een vrij aardige fiets is. En waar heb je het geleerd dan, fietsen maken? Ik had vroeger, toen ik een jaar of 12 was, had mijn beste vriend toen, zijn vader had een fietsenwinkel. Zodoende kwam ik al heel vaak bij hun in de winkel. En toen, ik ben ermee opgegroeid. Ik was geloof ik 14, toen stonden bij ons de tuin al vol met brommers die ik moest repareren. Dus ik weet ook niet hoe dat komt. En mijn vader die leerde me vroeger bandje plakken en dan had ik een lekker band en dan gingen we naar de schuur en dan haalde hij die band eruit en dan pompte we hem op. Ja, hier zit een lekje, nou, plakketje erop. Heet het gezien? Ja, ik heb het gezien. Hup, dan stak hij er een gat in en dan mocht ik hem zelf plakken. Ja. Dit is een hobby, hè? Ja. Ja, ik werk ook wel bij een fietsenwinkel op de Groesbeekse weg. Maar dat is dan weer geen hobby. Daar word ik voor betaald. Ja, dus je doet dit allemaal naast je werk? Ja. Vrijwillig? Ja, want ik ga geen geld schenken als er een ramp is gebeurd ergens in een ander land. Dan blijft er meestal, dan gaat er weer eentje met de poen vandoor. Daar begin ik niet aan. Dan doe ik het liever zo. Nou weet ik zeker dat het terecht komt op de plaats waar het moet zijn. Werkt hier. Ja, verdomd. Hij doet nog wat. Nou, die koplamp doet het. Dus ik zet het ding erop en dan kan die weg.